We gaan in deze video de impeller vervangen van deze Yamaha 4PK. Bedankt voor het insturen van alle reacties, want uit de reacties gaan we dit filmpje dus maken. En mocht je na het zien van dit filmpje straks nou nog vragen hebben of nog dingen graag willen zien die we nog niet behandeld hebben, laat het ons dan weten. En een blauw duimpje omhoog zou heel fijn zijn en abonneer op ons kanaal om op de hoogte te blijven van al dit soort handige tips. We gaan dus de impeller vervangen van deze Yamaha 4PK en die zit onderin de staart. Dus kijkt u even mee. Hier achter deze dop zit een boutje. Dat is ongeveer een... nou, dat is niet ongeveer, dat is gewoon zeker weten. Een sleuteltje 10. We hebben trouwens een nieuwe hulp. Dit is een nieuwe crew van het team Sloepnet. En dit is Bo. Bo heeft ook een eigen Instagram account. bo.here. Dus als je nog leuke foto's van haar wilt zien, dan kun je in de gaten houden hoe ze groeit. Hè? Dus die zal af en toe door het beeld heen komen. Oké, hier hebben we in. Ga ik even kijken of ik jullie dat via het andere beeld kan laten zien. Hierin zit een schroefje. En dat schroefje, als we dat loshalen, dat betekent dat is de schakelpen. Dus als we deze loshalen, dan kunnen we niet meer schakelen. Om hem nou los te draaien, doen we hem naar beneden. En dan draaien we hem los. Met sleuteltje 10. En uiteraard is linksaf los en rechtsaf is vast. Nou, nu hebben we hem losgedraaid. Even kijken, ook met de andere camera. We hebben hem losgedraaid. En nu gaan we aan de onderkant hier een bout weghalen en hier een bout weghalen. En dan kan het hele staartstuk eronderuit. Oké, nou hebben we de laatste bout eruit. We hebben deze losgedraaid, dit is de schakelpen. En overigens hebben we daarvoor de motor in de achteruit gezet. Nou, dan trekken we nu het staartstuk naar beneden. Het kan soms een klein beetje strak gaan. En dan komt hij al. En dan hebben we hier de staart. Oké, we hebben nu het staartje eronderuit gehaald. Hier hebben we het impellerhuis. En we gaan nu even naar de werkbank. Daar zet ik hem even in vast, want dat is even net even wat makkelijker om het jullie te kunnen laten zien. Zodat hij niet alle kanten opvliept. En nou, kom, we gaan naar de werkplaats. Nou, we zijn hier bij de werkbank, daar zet ik hem even in. Daar doe ik uiteraard wel even een doekje tussen. Want anders dan beschadig ik het staartje. Overigens is het staartje van aluminium, dus knijp hem niet te hard aan, want dan knijp je hem in tweeën. Nou, dan voor jullie als kijkers komen we dichterbij. Ik kan ook even de andere camera goed neerzetten voor jullie, zodat jullie het goed kunnen zien. We gaan nu het impellerhuis openmaken. En dan gaan we kijken hoe de impeller eruit ziet. Dit was overigens de schakelpen, is overigens de schakelpen. En deze zagen we net boven de staart uit. Die ervoor zorgt dat als de motor in zijn achteruit gaat, dat dan een klemmetje omhoog gaat. Die zet hem vast, dat de motor niet opklapt zodra we hem in de achteruit hebben. En in de vooruit dan kan die juist wel opklappen. Dus als we bijvoorbeeld over een steen varen of over het staartstuk over de grond komt, dan klapt die automatisch omhoog. Nou, we hebben alle boutjes eruit. Dan gaan we nu het huis omhoog doen. En dan gaan we even kijken hoe het gesteld is met de impeller. Overigens is het zo dat de as, zoals je ziet, een beetje zwart is van de uitlaatgassen. En dat kun je dus even schoonmaken met een doekje of met een heel fijn schuurpapiertje. Maar echt heel fijn, dus zeg maar 400 of zo. Dat je hem eventjes helemaal netjes maakt en daarna ook weer invetten, zodat de nieuwe impeller er straks ook mooi overheen glijdt. Nou, zoals je ziet is dit de impeller. Deze impeller gaan we eraf halen en omdat hij om het asje heen zit, en de as is natuurlijk rond, zit er altijd een spietje in. Nou, dat ga ik ook even laten zien. Dat spietje zorgt ervoor, kijk, dat is dit pennetje. Dat zorgt ervoor, dat kunnen we er ook uithalen. Zie je, dat is deze. Die zorgt er dus voor dat de impeller meegenomen wordt, want anders zou de as draaien en zou de impeller stil blijven staan. Nou, we halen dan de impeller eraf en denk goed dus om het spietje, dat die er goed uitkomt, dat u die niet kwijtraakt. En dan hebben we hier de impeller met het spietje. Dan hebben we hier ook het impellerplaatje waar de impeller op draait, zeg maar. Dat is dit plaatje. Nou, het is belangrijk dat dat er niet helemaal voelt als een platenspeler, dus dat het niet helemaal ingelopen is. Dat kan natuurlijk, na een aantal uren wordt het plaatje steeds, slijt het steeds meer in. En dan zul je op een gegeven moment een heel nieuw plaatje moeten kopen. Dus een heel revisiesetje. Dus dan krijgt u een onderste plaatje, maar ook hier deze binnenkant, want deze kan ook helemaal inslijten. En nieuwe pakkingen. Nou, in dit geval kan hij nog wel een keertje mee, maar normaal gesproken, als dit wat in begint te vreten, dus gewoon een heel nieuw setje. Hoe vuil in zit, nou, ik kijk dat daar meestal even met een schroevendraaiertje. Nou, er zit in dit geval een klein beetje kalk in. Dat halen we even weg. En belangrijk is om te kijken of dit gaatje goed open is. Want dit is het gaatje waar hij dus het water omhoog zuigt. Dat gaat hier in de zijkant. Hier zitten alle gaatjes. Daar zuigt hij het water op met het impelletje. En dan gaat het, hier zit het huis op, dan gaat het via dit buisje omhoog. En in de motor zit een pijpje, die valt hier heel mooi in. En daar gaat het water door omhoog en door de motor. Nou, we gaan de impeller weer terugzetten. Ik ga nog heel even de as goed schoonmaken. En dan gaan we de impeller weer monteren. We zetten het plaatje er weer op. Dat kan eigenlijk maar op één manier. Kijk maar, het is allemaal voorgevormd. Dus we kunnen het maar op één manier er weer opzetten. Dan pakken we de impeller. Deze moet eigenlijk vervangen worden, maar ik heb op dit moment even geen ander liggen. Dus voor de video zet ik deze weer even terug. We doen het pinnetje er weer in. En dan hier zul je zien, zit een inkepingje. En dat inkepingje moet dus weer in dat spietje vallen. Zo. Dan gaat het huisje er weer op. Kijken we even of alles goed is. De pakking nog heel is. Dat hij niet ingescheurd is. Of hier geen vuil op zit. En dan gaat hij er weer op. En tijdens het opzetten dan draaien we hem. De as gaan we draaien, zodat de impeller gaat draaien. En dan gaat de impeller in een bepaalde vorm staan. Zodat hij erin valt. Dus we draaien het asje rechtsaf. En dan zakt hij er zo overheen. Dan doen we nou de plaatjes er weer onder. Dan de boutjes er weer in. Ik heb ze even een klein beetje ingevet. Zodat ze straks makkelijker los te halen zijn. Want deze zaten nogal vast. En dan kan de boel weer in elkaar. En wederom rechtsom is vast. En linksom is los. Dus met de klok mee is vast. En tegen de klok in is los. Nou, dan draaien we zo kruislinks vast. En ook heel belangrijk te weten is vast. Je hoeft hem niet helemaal kapot te draaien. Dit is van plastic. Dus als je hem heel strak draait, dan draait gewoon het plastic kapot. Want u bent nogal sterk natuurlijk met een sleutel en dan met zo'n ratel erop. Dus kruislinks vastdraaien. Die en dan die. Nou, dan hebben we de impeller vervangen. In dit geval heb ik dan dezelfde natuurlijk er even in gezet. Maar voor de video is die vervangen. En we gaan nu de staart weer plaatsen. Daar komt het lastige stukje. Want we moeten deze tegelijkertijd in het juiste gaatje krijgen. Maar ook de as. En de as is natuurlijk nu een beetje gedraaid. En dan is het dus even de vraag of we hem zo meteen in één keer goed erin krijgen. Maar daar zijn wat trucjes voor. Dus we gaan weer terug naar de motor.